We zijn hier vandaag bij SAS, want hier volgen 3 vrouwen uit het Techionista-netwerk een opleiding tot data scientist. Nou, dus niet niks. Ilva, jij doet die opleiding en we zitten nu op de helft, geloof ik. Hoe gaat het met je? Het is echt te gek. Het is zo leuk om nieuwe dingen te leren en er gaat echt een wereld voor me open. Het lijkt me ook heel zwaar, toch? Is het zwaar? Ja, het is heel zwaar. En we hebben een examen gehad. Er komt nog een examen aan. Je hebt een examen gehad. Hoe ging je examen? Ik heb mijn examen gehaald. Jee. Ja, het eerste blok ging in zijn geheel over, eigenlijk over data management. Ze noemen het big data. En dat hele blok van 6 weken is opgesplitst in 2 delen. En voor het eerste deel hebben we dat tentamen gehad. En dat heb ik gehaald, gelukkig. Heb jij echt zo'n analytische achtergrond? Ik kan het toch allemaal wel volgen, gelukkig. Maar ik moet wel echt mijn best doen. Dus we krijgen onderdelen statistiek, programmeren, data opschoning of data kuising, zoals de Belgische docent dat noemde. Ik leer nu eigenlijk pas hoe je het gedegen aan zou kunnen pakken en welke softwarepakketten er allemaal zijn om dat soort werk te doen. Dus in die zin gaat er een wereld voor me open. Dat vind ik wel echt cool om allemaal te zien en mee te maken. Het is een soort achtbaan effect. De ene keer denk ik, ja, ik kan dit. Bijvoorbeeld na de tentamen. Of als je een stukje code intoetst en je drukt op run en er komen geen rode meldingen tevoorschijn. Jee, dan voel ik me ook echt een dikke nerd. Dat we dan zitten te juichen in het klaslokaal. En dan strakjes komt deel 2. Wanneer start die en ben je daar klaar voor? Op 9 januari start het tweede deel ook weer 6 weken. En ja, tegen die tijd ben ik er klaar voor. Nou, dus je ziet het, die eerste kandidaat, Ilva, daar gaat het hartstikke goed mee. Tentamen gehaald, check. Ik denk tijd voor een feestje voor nu. En dan straks in januari weer vol aan de bak met deel 2 van de Data Science cursus van SAS en Techionista. We kijken ernaar uit en we gaan jou blijven volgen. Stay tuned, guys.